begin van deze vergadering, waarin wij digitaal... Om te voorkomen dat de gemeenteraadsleden fysiek bijeen moeten komen om te vergaderen, vingen de raadsvergaderingen in Gulpen-Wittem de komende 10 digitaal plaats. Vier keken met. Ja, dat is eigenlijk al medio maart sinds de voorbereidingen begonnen. Dat wordt toen omdat het Rijk een aantal maatregelen afkondigen waaronder dat fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk worden en niet meer touwgestaan worden. En dat is natuurlijk lastig ook voor raadsvergaderingen, want raadsvergaderingen vinden hij plaats in de raadzaal, komen ook mee lui bij elkaar en dat koet niet meer. Dus zijn we ook samen als vereniging van griffiers in Nederland, zijn we samen met het ministerie van BZK gaan kijken wie er daar een oplossing voor koet te vingen. En uiteindelijk had dat ook geleid tot wetgeving die het had mogelijk gemaakt om ook deze vergaderingen digitaal te kunnen laten plaatsvingen. Maar er komen gewoon een aantal belangrijke en juridische dingen ook bij kijken, zodat dat op een goede en zorgvuldige manier kan gebeuren. Nou, te zijn voor de afgelopen 3-4 weken door heel erg hard mee in de slag gegaan. Maar ook in juridische zin, wie kreeg er voor elkaar dat ook die besluiten van de gemeenteraad rechtsgeldig zijn en ook kwalitatief in orde zijn. De griffier en ikzelf hebben kunnen vaststellen dat het quorum in deze digitale vergadering aanwezig is. En daarom open ik dan ook deze eerste bijzondere digitale vergadering op donderdag 23 april 2020. Medewerking vragen. De meeste raadsleden hebben al een keer kunnen oefenen tijdens een raadsconferentie, maar voor alle zekerheid licht ik nogmaals heel kort de spelregels toe. Vandaag de eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Gulpen. Spannend. Ja, spannend is het zeker. Het is de eerste keer dat we als Raad ook echt digitaal kunnen vergaderen. We hebben wel natuurlijk al wat raadsconferenties gehad, waarbij er vooral informatie werd gedeeld met de Raad. Dus we hebben wel al een beetje kunnen oefenen. Ik heb begrepen, je bent met de ganse fractie naar het gemeentehuis gekomen. Heeft dat een bepaalde reden? Dat is wel een reden. We vinden het als CDA-fractie wel heel erg fijn om bij elkaar te zitten. Zij het wel met gepaste afstand natuurlijk. Dus we hebben de grootste fractiekamer uitgekozen. Maar we vinden het toch het fijnste om zeg maar persoonlijk met elkaar te kunnen overleggen tussendoor. Het was voor iedereen heel spannend. En zeker in het begin toen bleek dat de computer waarop ik zou zoomen ook nog geen geluid houden. Dus onze griffier had heel vlot mijn iPad klaargemaakt voor de vergadering. Ja, en eigenlijk ging het heel goed. De raadsleden deden het prima. En volgens mij waren toen ook goed te volgen. We hebben ook heel veel reacties gehad van jullie die hebben gezegd van nou eigenlijk moet dat erin blijven dat de raadsvergadering ook toen vanaf de bank te volgen is. Dus we gaan het zien. En het gaat natuurlijk immer beter. Dit wordt de eerste keer. Dus ik ben tevreden. Ja, dat is natuurlijk altijd heel erg spannend in het begin. Hè? Of laat de techniek ons net in de steek. Uiteindelijk is het een prima vergadering geweest. Tuurlijk is het even wennen, want ja, je ziet elkaar alleen maar via beeldscherm. De non-verbale communicatie is veel moeilijker waar te nemen via digitale weg dan dat ze bij elkaar in één ruimte zit. We gaan zeker weer vergaderen in de raadzaal. En wie dat allemaal moet met 1,5 meter en wanneer dat weer kan, ja, dat weet ik ook allemaal niet. Dat digitaal vergaderen is gewoon super dat dat nu kan. Hè? Er is ook vanuit Den Haag een noodwet gekomen die ervoor heeft gezorgd dat de politieke besluitvorming gewoon door kan gaan. Maar het vergaderen via een schermpje, eerlijk gezegd, het is mooi dat het kan, maar ik zit toch liever echt met de raadsleden in de raadzaal. Nu hebben ze als voorzitter veel meer gevoel bij wie lu hun intonatie leggen en de lichaamstaal. En dat missen natuurlijk wel. En gewoon nog de gezelligheid in de vergadering en het echte debat, dat kan veel beter plaatsvinden als ze fysiek deze vergaderen.